Wat vindt u van het feit dat Israël VN-posities beschiet in Libanon? Nou ja, dat kan natuurlijk niet. We hebben internationaal met elkaar afgesproken, ook een VN-verband, dat zij daar zijn om vrede te handhaven. En dat zij door alle betrokken partijen daar, en ook door de terroristen van Hezbollah, maar ook door het Israëlische leger, het Libanese leger, dat zij niet worden aangevallen. Ja, en als dat toch gebeurt, dan moeten wij ook staan voor onze mensen daar. Er zijn op beperkte schaal, hoor, maar er zijn ook Nederlandse militairen. Hoeveel in de regio. Hoeveel Nederlandse militairen zitten daar nog? Nou, deze missie UNIFIL maar één. Maar er zijn ook op andere posten, ook in Israël, Palestijnse gebieden, ook op andere plekken in Libanon zitten er een paar meer. En daar moeten wij dan als internationale gemeenschap ook duidelijk over zijn. Het is niet toegestaan en niet acceptabel om die militairen aan te vallen. Maar staat er een sanctie op als Israël dat wel blijft doen? Nou ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Het is niet dat dan er een automatisch VN-mechanisme in werking treedt waardoor ze worden gestraft. Maar we kunnen natuurlijk wel de diplomatieke druk opvoeren. En je zag dat Frankrijk dat doet, Italië, die meer militairen in Libanon daar hebben. Ook de Verenigde Staten. En nu met deze verklaring met 34 landen samen laten we ook zien dat dit echt iets is dat breed wordt gedeeld. Hebben de Nederlandse militairen op enig moment gevaar? Zijn ze gevaar gelopen op enig moment? Nou, er vinden op die plekken waar Nederlandse militairen zitten, vinden continu beschietingen plaats. Ook raketinslagen. Soms wordt dan code 3 afgeroepen, wat zegt dat dat de hoogste alarmfase is en dan gebeurt er niks. En even later is het code 2 en dan is er wel in één keer een raketinslag. Ik heb zelf afgelopen vrijdag ook digitaal heb ik met de ongeveer 10 militairen die wij in de regio hebben gesproken. Ja, het is wel echt een zorgelijke situatie waar ze in zitten. Nou, overweegt u ze onder enige omstandigheid terug te halen? Op dit moment nog niet. Eigenlijk is internationaal ook gezegd, het is juist belangrijk dat ook die VN-vredeshandhavers daar blijven. Dus dat is niet iets wat we nu op dit moment overwegen. Niet nu op dit moment, maar op enig ander moment mogelijk? Ja, je kunt het nooit uitsluiten als het compleet uit de hand loopt en mensen echt in gevaar zijn. Dan kun je natuurlijk altijd daartoe besluiten. Maar op korte termijn is dat niet de verwachting en is ook breed internationaal gezegd. En ook de militairen die ik sprak, die zeiden het is belangrijk dat we hier blijven. Maar we moeten wel iedereen daarop aanspreken dat de afspraken rondom onze veiligheid, dat die worden nageleefd. Nog een ander vraagje over Libanon. Er zitten nog pak een beetje 100 mensen met een Nederlands paspoort in Libanon. Er zijn er natuurlijk al een aantal deze kant op gehaald door uw mensen van Defensie. Gaat u die 100 die deur nog zitten ook nog terughalen naar Nederland? Als ze aan de voorwaarden voldoen wel. Ze zijn bijvoorbeeld deze week zijn er 40 Nederlanders op een Belgische vlucht zijn er geplaatst. Ze zijn nu ook aan het kijken, andere landen hebben nog vluchten gepland, kunnen ze daarop mee? Er is ook iets meer commerciële vluchten gaan er weer gelukkig, dus daar kunnen ook mensen op mee. En als het nodig zou zijn, dan zouden we ook weer militair transport binnen 48 uur kunnen doen. Dan zou het kunnen dat Nederland nog een vliegtuig stuurt? Zou kunnen, maar het ziet er op dit moment naar uit dat dat niet nodig is. Oké. Gaan we naar ander nieuws. De Poolse regering was opmerkelijk, liet gisteravond